Vrijdagmorgen werd de app Friese Topstukken gelanceerd in het provinciehuis. Het Fries Museum roept Friese en niet-Friese op hun eigen Friese topstuk te fotograferen. Wat is typisch Fries en wat maakt Friesland van u? Alle inzendingen van het publiek tezamen met circa 600 museumstukken uit de collectie zijn straks te vinden op de bijbehorende website. De mooiste en meest bijzondere foto's krijgen een plek in het Nieuw Fries Museum bij de opening in september. Met bijzonder vervoer kwam Saskia Bak, de algemeen directeur van het Fries Museum, vrijdagmorgen naar cultuurgedeputeerde Janne Wietske de Vries. Saskia overhandigde aan de gedeputeerde de speciale US-mobiel met de toolkit. Met deze mobiel is Janne Wietske de Vries de eerste in een rij van 30 bekende Friezen die tot aan de opening in september met de app Friese Topstukken aan de slag gaan. Dat is super, hè? Zo, het is gelukt dus, hè? Ja, mijn Friese topstuk staat op de kaart dit jaar. Je maakt nu kans op een plek in het nieuwe Fries Museum. Nou, dat is toch fantastisch. Maar nou heb ik begrepen dat het al een stuk is van het Fries Museum, dat hij gewoon in lijn hangt. Ja, maar ik vind hem zo mooi en ik geniet hier elke dag van. Deze is een enorme hoosbui van Robert Zandvliet. En die komt dadelijk in het nieuwe Fries Museum te hingen. Nou, daar kan iedereen er van genieten. Prachtig schilderij, maar daar wil ik gewoon mee beginnen. Het is de mooiste die ik hier ken. Ja. Nou dringt de vraag zich op, wat komt er straks te hangen? Het mag ook een mens zijn, heb ik begrepen. Ja. Foto van Henk? Nou, ja, ik weet net dat we die in de categorie topstukken daar zetten, Matten. Maar het kan van alles wezen. En ik vind het een hele mooie actie van het Fries Museum. Want iedereen kan meedoen, ken ik aan jou wat hij mooi vindt. En zo wordt het Fries Museum ook van u allen eer. Ja. Zo'n app geeft natuurlijk de mogelijkheid om eigenlijk je eigen ei kwijt te kunnen in het museum. Ja, en dat dan ook weer terug te vinden en te herkennen. Dus dat vind ik wel, ik vind het een hele mooie actie. En ik ben heel benieuwd hoe het mensen daarmee omgaan zullen. Ik heb begrepen dat er veel meer op mogelijk is. Dat je ook op die app bijvoorbeeld terug kunt vinden op een kaart waar iets vandaan komt. Ja, dus mijn GPS-locatie die is hier nou bij Fastline. Dus iedereen weet nou, dit werk hing het op het provinciehuis. Ja. Maar ik ging vanmiddag misschien nog wel, kom ik wel op oren plakken. En dan ging ik fotograferen. En... Dus in Kimsit bijvoorbeeld het zwaard van Grutte Pier? Ja, dat zou kennen. Ja. Geweldig. En ik weer vlieg een week in het Karmelklooster. Daar hing het op dit moment ook heel mooi werk. Waarvan ik denk van, nou, daar zoek ik wel even een foto van mij te kennen. Dus misschien ging ik daar nog heen dit weekend. En ging ik even naar van, wat vind ik nou belangrijk voor het Fries Museum? En dat zet ik op de foto. Het wordt steeds spannender, hè, dat museum. Ja, leuk, hè? Heerlijk. Ja.